Voor wandelen heb je eigenlijk weinig nodig dan een paar goede schoenen en je kan de deur uitgaan. Maar sommige mensen hebben iets meer nodig om de deur uit te gaan. Die hebben een beetje een zetje nodig. En er is nu een stichting in Nederland waar je gewoon gratis elke week een uurtje kan wandelen en dan ook nog hele mooie ontmoetingen kan hebben. Goedemorgen. Oh, daar komt nog iemand aan. Toen ik de eerste keer kwam, ik werd meteen voorgesteld aan iedereen. Het is ook heel leuk dat iedereen dan een beetje weet wie je bent. Goedemorgen, lieve mensen, op deze herfstochtend. Ondanks de wat mindere voorspellingen qua regen, toch nog een aardig aantal wandelaars. Follow the leader. U loopt al lang mee? Ruim 2 jaar. Al 5 jaar. Ja, het is gewoon een saamhorigheid en het is ook gezond voor lijf en leden. Allemaal graag even rechts blijven, er komen fatbikes aan. De behoefte aan laagdrempelige activiteiten om elkaar te ontmoeten is enorm groot en wordt alleen maar groter. Mm-hmm. Stichting Gezond Natuurwandelen organiseert gratis groepswandelingen in de natuur met de bedoeling dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, dat er meer wordt bewogen. En we wilden ook dat mensen bewust aandacht geven aan de natuur en het groen in de stad om de waarde te zien en ook daarmee duurzamere keuzes te maken. Ik wil nog even een heel kort natuurmomentje houden hier. De bomen die maken zich op voor de winter. Als de grond koud is of bevroren, dan kunnen de wortels heel moeilijk vocht opnemen. In deze wandelingen zijn er altijd natuurmomentjes. Wat ja. Zijn natuurmomentjes? Nou, een kort praatje over iets wat je tegenkomt. De meesten waarderen dat. Er zijn er een paar die lopen liever gewoon door. Maar ja, het hoort bij gezond natuurwandelen. Maar we lopen iedere week wel zeker met 30, 35 mensen hoor. Maar dat geeft ook aan dat er ook echt wel behoefte is aan dit soort dingen. Lieve mensen, ik ben nog één ding vergeten te vertellen. Snelle Yvonne is oma geworden. Ik ben hier gekomen doordat ik mijn man overleed. En toen dacht ik daarna, ik wil wat doen. Met mensen in gesprek komen. Is dat belangrijk dat u andere mensen ontmoet? Ja, zeker. Vooral als je alleenstaande bent. Dan vind je het fijn om gezond bezig te zijn. En in groepen. Voor de frisse lucht en beweging. En ook aanspraak. Zeg maar, je sociale praatje. Het is ook belangrijk om de eenzaamheid te bestrijden. Ja, zeker. Hoe kwam je daar dan bij? Nou, we kwamen op het thema eenzaamheid uit. Omdat in het begin zaten we heel sterk op de natuurmomenten. Maar we merkten al heel snel dat de groepen het meeste behoefte hadden om met elkaar te praten. Dus het ontmoeten was blijkbaar het allerbelangrijkste van onze wandelingen. En toen zijn we ook voorbeeldproject geworden van de Nationale Coalitie 1 tegen Eenzaamheid. Ja. Is het voor u ook belangrijk dat u met andere mensen loopt? Ik kan ook zelf lopen, maar ik vind dit ook belangrijk. Dat, omdat de mensen het zijn. Hallo? Ja. We hebben veel plezier met elkaar. Ik heb er ook een aantal vriendinnen aan overgehouden, waaronder Kobi. We noemen elkaar de kwebbelaars. Ja, de kwebbelaars. We doen niet anders, hè? We doen niet anders. Het is heel laagdrempelig, het kost niks. Je hoeft je nooit aan of af te melden. Je komt gewoon wanneer je wil. Ja, het gaat altijd door. Het gaat altijd door, behalve bij code rood. En helpt dan zo'n wandeling? Ja, zeker. Geeft dan een zetje om extra om in actie te komen? Ja, zeker. Het stimuleert wel. En het is altijd gezellig. Gezellig bij de koffie en iedereen is heel aardig. Dus ik vind het wel leuk. Ik kijk altijd wel naar de zaterdagochtend uit. Ja, zo'n initiatief maakt mij als wandelaar des vaderlands natuurlijk weer heel gelukkig. Want ik vind het fantastisch om te zien dat mensen door deze stichting, door het aanbieden van gewoon een uurtje, dat mensen toch aan het wandelen gaan, elkaar opzoeken en er ook nog hele mooie contacten aan overhouden. Wat motiveert jou nou om naar buiten te gaan? Wat helpt jou om, nou ja, speciaal in deze tijden waarbij het wat regenachtig wordt, om toch te blijven wandelen? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Je kan je reactie kwijt hier onder de video in de comments of mail me op redactie@wandel.nl. Ik hoor het heel graag. En ik zeg tot de volgende video.